Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Gento komt naast de koploper. Durk en Boko gaat door het derde spoor ook naar voren. En zo gaan de paarden de laatste rechte lijn inkomen. Als leider doet dat Gento. Aan de buitenkant daarnaast Durk en Boko. En daarachter komen andere paarden. Onder Monaco Royal Event. Paard in de laatste rechte lijn. Gento leidt. En de Haan kijkt over de schouder. Hij ziet ze wel komen. Gento aan de binnenkant is er nog niet. Aan de buitenkant zijn ze er voorbij. En dan komt Monaco Royal Event. De Leeuw. Wat een fenomeen is dat. Hij wint hem. Monaco Royal Event. Tweede plaats Durk en Boko. Derde is Gento. En vierde. Goed gelopen. Benji Boy. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door John De Leeuw, Monaco Royal Event. De tijd was 1.15.7. Zo, 1.15.7, 2600 meter. Een knappe prestatie, Bas, van Monaco Royal Event. Heb je inmiddels een verklaring voor die laatste koers? Nou, zo slecht liep hij de vorige keer niet. Met hoofdstel, John nam de kop over, trok hij het hoofdstel dicht. Toen dacht hij waarschijnlijk, hij is er al. De dag maar na. Nu had hij open hoofdstel gedaan, want hij werkt zo goed thuis. Ja, hij bleef maar gaan weer vandaag. Dit vindt hij lekker, hè? Die koersen waar de hele weg tempo is. Precies, een harde koers nodig en dan kachelt hij mee. En ik halve in de laatste bocht, ik zit dat in een meisje die hem verzorgde. Dus hij gaat makkelijk winnen. Dan was ik zo. Hij zat zo makkelijk toen, John. Maar super. Heb je al geboekt, Peter? Ja, nou, dit was vrij beslissend. Hè? We zouden vandaag beslissen of we naar Zweden zouden gaan. We weten nog niet helemaal zeker of we erin blijven. Omdat hij uiteindelijk niet heel erg veel winst om heeft. Maar deze eerste plaats helpt hem daar ook weer bij. Dus ik heb het nog niet met Bas over gehad, maar ik denk dat we wel gaan. Was ik jullie voor, we zullen vragen aan John om een advies. John, moeten ze gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Meedoen, hè? Ja, natuurlijk. Als je meedoet, heb je kans. Hij was goed? Ja, hij was vandaag heel goed. Heel apart. Je voelde hem denk ik wel al in de laatste bocht, hè? Nou, hier had ik eigenlijk weinig in mijn handen. En op een gegeven moment trok ik hem naar buiten. En toen pakte hij meteen de rug van Dirk en Boko. En ja, die kun je mooi meenemen. Hè. En, ja, die moet je dan wel voorbij lopen, maar dat ging heel goed. Mooi, Bandito goed, Hampshire goed. Ja, uit de kunst. Mooi. Allemaal goed gelopen. Mooi het Bas, allemaal weer goed. Daar is de winnaar, de geweldenaar Monaco Royal Event. Ze heeft een aardig gemiddelde. Dit is overwinning nummer 11 uit 25 starts. Peter is van de statistieken, eigenaar Peter Delis. En nou, deze statistieken, daar word je vrolijk van. De foto is gemaakt, dames en heren. En John De Leeuw gaat zijn ereronde rijden. De laatste premiumkoers gaat naar band. De winnaars Monaco Royal Event en John De Leeuw. Uw applaus. Zo is het 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Kenny Boko het snelste weg. Aan de buitenkant gaat Noble Dolly van de benen. Noble Dolly springt terwijl die wordt teruggenomen. En zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Leiding daar in handen van Kenny Boko. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Noble Dolly eruit. Daarachter Carbone As lag even tweede. Maar die wordt nu aan de buitenzijde gepasseerd door een heel snel op toeren gekomen Gento. Gento gaat naar plaats 2. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Wordt het tempo gemaakt door Kenny Boko. Kenny Boko als eerste in de rechte lijn. Twee ronden te gaan nog zometeen. Gento probeert het gaatje dicht te lopen. Maar staakt die poging nu, want daarvoor gaat Kenny Boko gewoon veel te hard. Kenny Boko pakt een flinke voorsprong. De voorsprong groeit. En met nog twee ronden te gaan leidt Kenny Boko en gaat Gento het peloton aanvoeren. Daarachter Carbone As, dan Gils Yankee. Daarachter volgt Monaco Royal Event en daarachter is het Benji Boy. Die wordt gevolgd door Carnissaris Boko. Daarachter gaat zo langzamerhand naar het tweede spoor Thomas Bos met Durk en Boko. Daarachteraan gaat Gazelle Transair aan de binnenkant Fanatic Star. En laatst is Deposito. Nog altijd die grote voorsprong voor Kenny Boko. Die is als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Kenny Boko heeft zeker 60, 70 meter voorsprong. Tweede plaats is voor Gento. Patrick de Haan laat zich het hoofd niet gek maken. Daarachter op plaats 3 Carbone As. Dan een klein gaatje naar Gil Schenke. Dan weer een klein gaatje naar Monaco Royal Event. En aan de buitenzijde schuift langzaam op Durk en Boko. Koploper gaat de linkerbocht alweer in. De rest van het veld doet dat
nu pas. Dat is het verschil. Candy Boko, hele ruime voorsprong. Gaat op dit moment met zeker 100 meter voorsprong door die bocht heen. Tweede plaats daarachter voor Gento. Heeft hier iets voorsprong genomen op Carbona As. Daarachter volgt Gil Schenke. De enige die aan de buitenkant meters goed maakt, is op zich al een prestatie met dit tempo, is Dirk Mboko. Dirk Mboko schuift op en komt op plaats 6. En zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Candy Boko zal zelf meegeteld hebben, maar dan moet je al voor en toch even zeggen dat Candy Boko nog één rondje moet. Want dat is wel degelijk het geval. Candy Boko, grote voorsprong. Daarachter Gento. Derde plaats voor Carbona As. Vierde aan de buitenkant inmiddels Dirk Mboko. Vijfde aan de relingzijde Gil Schenke. Zesde Monaco Royal Event. Aan de buitenkant daarnaast komt de 1, dat is Benji Boy. En daarachter volgen dan nog een paar paarden. Aan de relingzijde Carnisaris Boko. Daarachter Fanatic Star. Dan Gazelle Transair. En laatste is Deposito. Nu wordt de voorsprong ineens wat kleiner van Candy Boko. Die is inmiddels bijna 2 kilometer onderweg. En die begint dat nu ook te voelen. Daarachter Gento, die het gaatje begint dicht te lopen. Aan de buitenzijde Dirk Mboko. Daarachter aan de relingzijde Carbona As. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. En nu is het nog maar 3 lengten. De Haan trekt nu pas de proppen. En nu gaat hij er eens even lekker voor zitten. Patrick de Haan heeft Candy Boko in het vizier. Candy Boko kan die nog 1 keer versnellen. Normaal is een schreeuw van voren al genoeg om nog een keer te gaan. En die schreeuw heeft hij blijkbaar gegeven. Het gaatje wordt wel kleiner. Ze gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Gento komt naast de koploper. Dirk Mboko gaat door het derde spoor ook naar voren. En zo gaan de paarden de laatste rechte lijn inkomen. Als leider doet dat Gento. Aan de buitenkant daarnaast Dirk Mboko. En daarachter komen andere paarden van de Monaco Royal Event. Paard in de laatste rechte lijn. Gento leidt. En de Haan kijkt over de schouder. Hij ziet ze wel komen. Gento aan de binnenkant is er nog niet. Aan de buitenkant zijn ze er voorbij. En dan komt Monaco Royal Event. De Leeuw. Wat een fenomeen is dat. Hij wint hem. Monaco Royal Event. Tweede plaats Dirk Mboko. Derde is Gento. En vierde, goed gelopen, Benji Boy.